Iemand die zichzelf niet paranormaal noemt, hoewel hij eigenlijk vindt, blijkt uit dit boek, dat iedereen paranormaal is. Kun je dat uitleggen? Ik maak eigenlijk het statement dat iedereen even paranormaal is. Daarmee bedoel ik dat iedereen eigenlijk kan wat ik kan en wat zogenaamde echte paragnosten beweren te kunnen. Nou, laten we even kijken naar een paar fragmenten uit de vorige show en ook de huidige show, om te kijken of iedereen dat zou kunnen. Nog niet beginnen? Dus maak straks uw tekening, gewoon dezelfde tekening over heel uw blad. Maar voordat we beginnen, maak eerst uw geest helemaal leeg. Oké, dat ging rap. En nu gewoon... Kijk haar recht in de ogen. Haal de informatie en trek ze binnen. Pak die informatie en trek ze binnen. Kaart. Cindy, je hebt dus onzichtbare kaarten geschud. Je hebt een onzichtbare kaart genomen. En in uw verbeelding heb je een onzichtbare kaart gezien. Mag ik u één ding vragen? Geloof jij dat allemaal? Voordat wij echt gaan praten over wat zo'n voorstelling behelst, zijn we natuurlijk ook vooral benieuwd naar hoe we deze uitzending begonnen. Toen Herman Wijvels een getal in zijn hoofd had van twee cijfers. En u dat aan hem ontfutselde. Dat ging bij het eerste getal iets moeilijker dan bij het tweede. Er is werk aan de Nederlandse tongval, denk ik. Juist. Voor mij. Wat is het? Leg eens uit. Dat doen mentalisten natuurlijk nooit, maar u vast wel. Hoe zo'n truc werkt? Het mentalisme is een onderdeel van illusionisme. Dus illusionisten, zoals de mannen als Hans Klok, die we hier ook kennen. Mentalisten zijn mensen die illusies creëren en doen alsof ze over een zesde zintuig beschikken. Of in mijn geval in de voorstelling ook andere mensen plots over een zesde zintuig laat beschikken. Maar die er ook heel eerlijk over is dat het niet echt is. Dat het eigenlijk allemaal een combinatie van technieken zijn. Verbale communicatie, niet-verbale communicatie, suggestie, magie en heel veel show. Maar nu nog even terug naar mijn vraag. Ja. Wilt u uitleggen hoe dit experiment met Herman Wijvels, hoe dat gaat? Nee. Ah. Nee, het punt is, mijn stelling is gewoon dat wat... Of is het gewoon een kwestie van raden? Nee, mijn stelling is dat ik wil gewoon met die voorstellingen tonen wat er allemaal kan zonder een zesde zintuig. Omdat ik in de voorbereiding van die voorstelling heb ik heel veel technieken geleerd. Mm-hmm. En hoe meer ik die techniek onder de knie kreeg, kwam ik telkens tot de vaststelling dat die zogenaamde echte paragnosten het eigenlijk helemaal op dezelfde manier doen. Op dezelfde manieren listen en schalkse methodes gebruiken, zoals ik het doe. Juist, dus het zijn listen en schalkse methoden, maar u zegt niet, ik wil er wel eentje verklappen. Nee. Wel, ja en nee eigenlijk. Daarom hebben we het boek. Ja, nee, dat lijkt mij een CDA-antwoord eigenlijk. Maar ik zit al een hele avond tussen politici, sorry. In het boek staan een aantal acts, of tenminste doe-het-zelf-rubrieken beschreven, waarin getoond wordt hoe je inderdaad ook uw vrienden en familie een loer kan draaien, zoals wij dat noemen, en ze even doen geloven dat je ook plots een zesde zintuig hebt. Sonja, je zit al helemaal te... Ja, die hupsen op je stoel. Ja, ik ben gek op mijn familie een loer draaien. Ja. kun jij een experiment doen wat we in de show zagen en dat heeft te maken met dat je woorden kan raden? Ja, in de show zitten er voorspellingen, wordt er telepathie gedaan. Er is ook een seance waar we contact nemen met de dierbare overledenen van mensen uit het publiek. Oh, en die dan ook boodschappen vanuit gene zijde, zoals daar zijn, let op. Zo erg vind ik dat. Ja, zo erg. Zoals daar zijn, eergisteren had ik de meest lullige boodschap ooit vanuit gene zijde, waarbij de overleden melkboer van de persoon in kwestie die persoon waarschuwde dat hij moest opletten om het podium te verlaten, want zijn schoenveter was los. Dat dus ik denk met stip echt wel een van de lulligste boodschappen uit gene zijde. Maar is het dan zo dat die mensen, want er zijn dus mensen die komen bij u en die zeggen van ja, mijn vader is al 6 jaar dood en ik zou zo graag nog eens wat van hem willen horen. Dus die nemen dat allemaal heel serieus. Ik treed dus op voornamelijk. Dus ik ga van theater naar theater, doe daar mijn show, Iedereen Paranormaal, waar ik dus op het einde van de voorstelling heel duidelijk zeg van alles wat u vanavond gezien, gehoord en beleefd heeft, is allemaal een illusie van het begin tot het einde, gecreëerd met mijn 5 zintuigen en met uw 5 zintuigen. En effectief, na de voorstelling... Bijna elke avond komen er mensen naar mij van... Ja, maar ja, als je dat nu toch allemaal kunt... Kan je mij dan misschien even mijn kaarten leggen of mijn toekomst voorspellen? Dus mensen, dan denk ik van... Je bent op zoek naar een zesde zintuig, maar je hebt er 5 en je gebruikt ze niet goed, want je hebt niet geluisterd. Wij kennen mensen die in ieder geval hier in Nederland... En ik geloof zelfs in de hele wereld wel behoorlijk beroemd zijn... Mm-hmm. Die
misschien wel een zesde zintuig hebben. Of in ieder geval kunnen doen alsof. Laten we even naar twee van deze exemplaren kijken. I don't always know if someone's living or deceased. I see the J or G. Yeah, G. He also had a problem with pooing. There's a problem with poo-poos. Getting him off the ah! Getting him off the... Oh my God, almighty, this is bad. A-N, yes. Like Anna, or yes. Annika, uh-huh. Or Anna. Is this your mother? Yes, she is. Your mother's here. I'm sorry. They're crying, and they're grateful to you. Oh, my God. Fuck. Because it hasn't been easy for you. No. Oh, it's terrible. I think the house is fucking possessed. Seriously. Yeah, it's really beautiful. Thank you so much. Thank you. He's trying to get inside of me. Oh, dat was terrible. Kunnen zij iets wat u niet kan? Als ik hem hoor zeggen, they're trying to get inside of me, dan denk ik van ze zitten er al in, man. Ik vind het echt zo. Bij hem weet ik bijvoorbeeld niet of hij gewoon gek is of gewoon een echte charlatan is. Maar echt is hij zeker niet. Sorry. Hij heeft de techniek van cold reading heel goed onder de knie. De techniek van? Cold reading. Cold reading is een gesprekstechniek die ook uit eigenlijk een derde van het boek beslaat, waarin heel schematisch voorgesteld wordt hoe die technieken gaan. En het komt erop neer dat ze een manier van vraag stellen. Allemaal hele losse dingen, allemaal hele algemene dingen. Het wordt ook altijd aangekondigd van, I see it through a mist. Ik zie het door een mist, ik zie de details niet, maar die moet jij maar aanvullen. Char is daar specialist in om te zeggen van, je mag het niet blokkeren, je moet alles openzetten. Je moet het niet forceren om het te doen kloppen, maar laat toch alle mogelijkheden open. De goede cold readers die zeggen dan van, goh, ik heb zo het gevoel dat er iemand, bijvoorbeeld met u mevrouw, dat er er staat iemand die u gekend heeft die overleden is, een Jaap of Jan, ken je een Jaap of een Jan die overleden is? Als je dan... Nee. Ja. Ah. Als je nadenkt, iedereen kent Jaap of Jan of... Ja. Of ik nou weer net niet. Ja, goed. Oké, okay, wat komt er? Zij doet het met letters. Ja. Zij probeert zelfs niet met namen. Zij zegt, zit er een C, een A, een B, een K, tot mensen zeggen, ja, dat is ja, ja, ja. Dus ze smijten gewoon algemene dingen erin. Ja. En de mensen moeten maar zoeken tot het uitkomt. Ja. Verder ook altijd van die boodschappen uit gene zijde waar zij gespecialiseerd in is, die zijn altijd dezelfde van, oh ja, ze zijn bij jou en ze zien jou en ze houden van je en ze zijn bij de ouders en de overleden kat, die zit er waarschijnlijk ook wel bij. Mm-hmm. We hebben hier ook programma's, trouwens ook in België, mm-hmm. Die heet het Zesde Zintuig, ja. Dat is al een vrij duidelijke titel. Ja. Mm-hmm. En er is laatst ook een programma in Nederland gekomen dat heet Paranormale Kinderen. Ja. Dat is echt het verwerpelijkste van het verwerpelijkste. Dat is het laagste wat er bestaat, denk ik, op televisioneel gebied. Paranormale kinderen? Nee. Het punt is dat kinderen... Moeten we die op laten pakken? Het programma. Oh, zo'n programma erover maken. Nee, ik word daar echt heel, heel gejaagd van. Omdat alle kinderen hebben een ongelooflijke fantasie. Ja. Alle kinderen die fantaseren erop los. En als mama en papa dan zelf nog in plaats van... Ja, gewoon die grap misschien even mee te spelen, maar alles te relativeren. Als mama of papa dan ook nog eens geloven in dat zesde zintuig, dan zeggen ze, ja, zie wel, hij is ook paranormaal. En dan gaan ze die kinderen ook nog eens voor de camera sleuren, helemaal gek maken. Ik denk dat dit gewoon voer voor psychiaters wordt voor later. Ja, want u gelooft er helemaal niet in. Ik kan niet zeggen dat het niet bestaat, maar ik kan wel zeggen dat alles wat ik gezien en meegemaakt heb, dat het allemaal stuk voor stuk, allemaal gebakken lucht is. Juist, en wat u doet is techniek. En wat ik doe is een combinatie van technieken. Combinatie van techniek en? Combinatie van technieken, daarmee bedoel ik. Verschillende dus, technieken. Voilà, communicaties, handigheidjes, alles is goed om toch maar te doen alsof we een zesde zintuig hebben. Ja.